Ziggy Krasenberg, bekend van zijn opmerkelijke deelname aan K2 Zoekt K3 en zijn verschijning in de Voice of Holland, heeft deze week de sprong gewaagd naar de Amerikaanse talentenjacht America Idol. Terwijl hij schittert op het internationale podium, deelde Ziggy maandag enkele venijnige woorden over Glennis Grace voor de camera van Show News. Op de vraag of er enig contact is geweest tussen Ziggy en Glennis reageerde hij scherp van Glennis heb ik nog niets gehoord. Ze gaf me ooit een magere 2 in een programma omdat ik een nummer van Whitney Houston zong. Dat doet echt afbreuk aan je geloofwaardigheid. Siggy lijkt zich bewust te zijn van de mogelijke reactie van Glennis op zijn deelname aan America Idol. Het voelt alsof iemand jouw plekje inpikt. Ik weet niet of ze daar blij mee is, maar tot nu toe heb ik niets van haar vernomen. Het zou leuk zijn als ze lang zou komen voor een kopje koffie, misschien kan ze me wel wat waardevolle tips geven. In reactie op Sikki's uitspraken laat Glennis weten dat haar carrière desondanks florerend is, alles draait uiteindelijk toch om muziek. Ik krijg steeds meer boekingen en ben druk bezig met mijn album. De eerste single ligt klaar voor iedereen die er naar wil luisteren. Terwijl Glennis haar tevredenheid over de hernieuwde stroom van optredens uitdrukt, blijft de vraag hangen of er een ontmoeting tussen de twee Nederlandse zangtalenten zal plaatsvinden. Feit is gewoon dat alles weer over muziek moet gaan, toch, uiteindelijk. De optreders komen langzaam aan weer binnen, dus ik ben een tevreden mens. Zeker.